En vandaag maken wij een suikerolie met Fairtrade producten. Wat hebben we zoal nodig, Chantine? We hebben 1 deel water nodig, 3 delen suiker, een kom, nog wat aparte suiker, een beker, een vuurtje, nog wat suiker hier, nog 3 satéstokjes en kartonnen schijfjes met een gaatje erin voor de satéprikkers. Een lepel hebben we ook nog nodig. We gaan beginnen met het water in een kom te doen. Wel voorzichtig dat je je handen niet verbrandt. En dan doen we ook de suiker erbij. Wist je dat de grootste suikerklontjes toren was meer dan 2 meter hoog en bestaat uit meer dan 200 suikerklontjes? Nu gaan we roeren. Dat is wel heel indrukwekkend, hè, zoveel suikerklontjes. Het verbaast mij dat ze niet zijn omgevallen. Dat bij mij ook eigenlijk wel. En Mathies, vind jij nog een beetje? Wist je dat in India, dat India het meeste suiker verbruikt? Ah, ja, dat is wel interessant. Ja, India is ook aan het broodje. Ah ja, landbouw. En is dat niet onbeproefd, Jasper? Ja, we gaan nog even moeten wachten. We mogen ook geen suiker, geen kristalletjes meer inzetten van de suiker, want anders zal het niet lukken. Maar het ziet er al goed uit. Ja. Zo meteen als het goed is omgemengd en de kristalletjes zijn weg, dan gaan we het overgieten in de bekertjes. Dus wij zien jullie tot straks. Dan, dames en heren, hier zijn we terug. Jasper zal ons nu meegetallen. Ja, het mengsel is net geroerd en is klaar voor eraf te halen. Nu zetten we het vuur op 0. Ja. En vullen we het bekertje in 2/3. Vast in een nieuwe brander, jongens, want anders gaat dat pijn doen. Ook de beker moet vasthouden. En Jasper, heb je nog een beetje moed? Ja, in 1 blikje cola zit er 10 suikerklontjes. Yo, dat is veel. Echt waar. Ja. Dat is echt niet dacht. Ik wist dat er veel cola in is. Er veel suiker in cola. Maar ik wist niet dat er zoveel in zat. Ja, dat is goed. Oké. Nu hebben we het suikermengsel in de beker gedaan. En nu gaan we een satéstokje pakken. En dan gaan we dat in een extra beetje suiker roeren. Ja. Maar eerst in het water doppen. Ja, doppen. Want de suiker blijft daar plakken. Ik vul even een beetje naar water. Ja. Ja, perfect. En dan een beker met suiker. Nu zijn we terug. Nu gaan we het satéstokje dat we in het water gedopt hebben, gaan we daar in de suiker doen. Zodat het water dat het er eens overal tot hier ongeveer in zit. Dus roeren maar een beetje mee. En dan, als we het gebied met het satéstokje, hebben we een karton nodig, een kartonstukje. En dan kunnen we dat erop. Dan kunnen we het satéstokje in de beker stoppen. Met een kartonnetje erop. En het mag net de bodem niet dikken, want anders gaat het niet lukken. En als je het daar 4 dagen laat inzitten, dan gaan de kristalletjes groeien en dan ga je een suikerolie hebben. Ja. Zo is het wel goed hoor, Matjes. Oké, dan gaan we nu dat dingetje. Dat kartonnetje. Even nog een beetje suiker erbij. Ja, oké. En dan steken we het in water. Met een kartonstokje erdoor. Zeker niet tegen de bodem houden voor de zekerheid. Ja, anders kan het nog een beetje dieper. Nog een beetje dieper dan alle suiker erin zit, Jasper. Ja, nog een beetje dieper kan het. Perfect. Ja, een beetje meer omhoog. Ja, perfect. Zo. En nu gaan we het in de koelkast zetten. Ja. Voor 4 dagen. Voor 4 dagen. En dan zijn we weer bij jullie. Ja. Tot dan. Tot dan. Tot dan. Tot ziens. Zo. We zijn nu 2 dagen later. De suikerolie is nu helemaal droog. Want die zal hem even aanhalen met de vrienden. Ja. En ik vind dat eigenlijk wel lang duurt bij Jasper. Bijna een uur. Ja, maar hij zal wel lekker zijn. Ik zal dat even tonen aan de camera. Ja.
heel goed geluk. Oké, dus je ziet ook echt alle kristalletjes mooi die gegroeid zijn. En hij is mooi droog. Ja. En dan heb je nog wat sap, maar dat is helemaal. Ja, je moet je beter niet op drinken. Ja, zeker.